Welkom bij deze Fitheid Challenge. Het is vandaag de allereerste dag dat we zijn begonnen met de Fitheid Challenge. Het is 29 mei. En ik heb even een kalender gemaakt zodat we kunnen bijhouden hoeveel dagen we er al op hebben zitten en hoeveel we er nog moeten. Ook heb ik erop geschreven wat ons startgewicht was. Die van mij is 66,9. Eigenlijk was mijn grens al 65, dus ik ben er overheen. En het liefste zit ik toch weer op de 60 of misschien zelfs 59. Sergio die zit op 72,1 kilo. Nou, ons doel was in ieder geval om dus meer buikvet te verliezen. We gaan daarvoor een app doen, een trainingsapp die we ook met jullie gedeeld hebben. En ik hoop dat het juiste resultaat gaat geven. Hi. Hi, ik heb hier zin in. Hoe was jouw dag vandaag? Wat heb jij gegeten? Wat heb je vooral niet gegeten? Nou, ik heb 3 eieren op vandaag. Als ontbijt lunch. Oké. Okay. En ik heb vanavond heb ik salade gemaakt. En met een tartaartje. Oeh, ja, lekker. Oh, daar heb ik ook zin in. Want ik ben mijn dag begonnen met 2 eitjes, tomaatje, een beetje spekjes, ham en wat kaas volgens mij. Ik weet het niet meer. Mijn hersenen kunnen het niet aanschatten. Ik heb zo weinig suiker op vandaag. Ik sla echt op. Ja, moet je afkicken? Heb je hoofdpijn? Mm-hmm. Nou, hoofdpijn. Ik voel gewoon wel wat sluimeren. Maakt niet uit. Moet je gewoon erin, toch? Ja, ik heb nu ook wel een beetje hoofdpijn. Maar ik denk dat ik ook te weinig gedronken had vandaag. En ik merkte vandaag dat ik liep naar de achterkamer. En toen zag ik iets van chocolaatjes liggen. En ik had gewoon de neiging om uit automatisme te grijpen naar die chocolaatjes. Dat zag ik erg voor. En toen we gewoon zoveel smerige dingen hebben zitten eten, hebben we gewoon automatisch zo. En toen heb ik ze weggezet. Ik heb potverdomme gewoon 2 gevulde koeken weggegooid vanmorgen. Dus heel goed. High five. That's the beginning. High five. Oh ja, en ik heb op werk alleen maar heet water gedronken. En thuis. Nou, ik heb dus bewust inderdaad wel goed gedronken. Veel thee op en koffie en water. Ja, op werk heb ik wel goed gedronken, maar thuis een beetje minder. Want ik zat gewoon helemaal in mijn laptop. Top. Helemaal goed dus. Dat was dag 1. Nu is het tijd om de app erbij te halen. Want die heeft al een uur geleden mij geattendeerd dat ik dag 1. Dat we dag 1 moeten gaan voldoen. Kijk, keukentekort. Oké. We gaan hem doen. Ga het doen. We gaan hem doen. We zijn er klaar voor. Zo bang je hoofd. Nee joh. Maar het is wel eigenlijk een beetje jammer. Vind ik persoonlijk dat het al 9:30 is. Ja. Dat is geen prettige tijd eigenlijk, hè? Dat klopt. Eigenlijk zou het eerder moeten. Maar ja. Nood breekt wet, hè? Precies. Ja, dus. Okay. Dus, we gaan beginnen. Het is inmiddels dag 5 van de Fitheid Challenge. Goed, hier nou weer omhoog. De tandjes. En ik begin het wel te voelen. Ik heb honger. Waarschijnlijk eet ik ook een beetje te weinig tussendoor. En dan 's avonds eten we op zich wel goed. Het gaat eigenlijk heel goed. Maar ik heb wel knijterhonger nou. En ik liep net de lift in om iets te halen. En weet je wat ik rook? Patat. Dat snoof ik op als een of andere verslaafde. Zo.
zijn goed bezig. Ook nog niet op de weegschaal gestaan. Want ik ga echt proberen om dat vol te houden. Om dat pas aan het einde van de challenge te doen. Gisteren hadden we een rustdag van de training. Dag 4. En vandaag is dus dag 5. En moeten we de Fit app nog steeds doen. Dus dat gaan we zo maar even doen. En hoe gaat het met jou met de kleine? Op zich oké. Okay. Ik heb alleen ontzettend veel honger de hele dag. Ik sta op mijn honger. En dan eet ik meestal een beetje sla en kippetje of iets van vleesje wat we over hebben van de avond van tevoren. Ja, en tot nu toe dan bij Coolblue heb ik cupsoepjes op. Dus met wel echt een zakje worteltjes en komkommetjes mee gaan nemen naar de PI. Want ik heb gewoon echt honger de hele dag. Ja. En ik moet ook niet langs donuts lopen en zo. Want, nee, maar ik voel me. Nou, ik heb wel gemerkt. Ik ga veel minder sinds dat ik geen brood meer eet en zo. En ik heb wel echt wel minder dat gevoel. Ook ja. Ik denk ook dat we gewoon iets meer. Ik denk ook dat we iets meer gewoon honger hebben en trek in gewoon normaal eten. In plaats van alleen maar naar hele slechte dingen. Dus gewoon, ik wil gewoon eten. Ja. En op zich, ook al heb ik nu knijter honger, op zich. Het is niet dat ik dan nu meer eet of zo. Hè? Als ik mijn avondmaal eet of zo. Dan zit ik op zich na een normaal portie ook gewoon vol. Ja. Misschien zelfs wel eerder dat ik al vol zit. Dus dat is op zich wel positief. Dat is positief. Ja. Maar ik denk dat we meer dingen wat tussendoor moeten eten. Ja, jij doet dat best wel. Als ik het zo hoor. Ja, maar, ik heb ook nog een peer op vandaag en een kiwi. Dus, ja. Maar ja, ik eet dus, ja, ik heb gewoon afspraken waarmee ik werk. Dus in principe, ja, moet ik tussendoor gewoon even mijn ontbijt nemen en dan mijn lunch. Dus er is niet echt veel tijd om tussendoor even wat te nemen. Dus ja, ik eet vaak veel ei. En wat ik nu dus 2 keer heb gedaan, is eigenlijk de leftover van de avond ervoor als mijn lunch nemen. Ik heb spek opdraaien. We gaan nu wel wat lekkers eten. Hoop ik. Tuurlijk! Spekjes met pak soi en gebakken aubergine. Yummy! Heerlijk. Zo, daar zijn we dan. Yes. Het verjaardag gehad van Jackie. En, hebben we heel netjes gedaan. Ik vroeg om water. En ik heb thee op. En wat komkommetjes. Dus ja, het gaat hartstikke goed. Ja. Ik had wel moeite. Verleiding. Ja. Oh, roze koek. Ik ben een beetje koud. Wat er allemaal. Fucking smerig. Wat er allemaal stond op die tafel. Fucking hell. Ja, ik had wel moeite om die koeken te laten liggen. Ik ben gewoon met mijn rug er naartoe gaan zitten. Dat was inderdaad ook een stuk beter. Had ik misschien ook moeten doen. Maar het is inmiddels 11:15. En we hebben de training nog niet gedaan. En we've just got to do the training. So, sure. No excuses. Dus we hebben gewoon Barney aanstaan op tv. En Precies. Ondertussen doen we even de training. We zijn opgepept door zijn welkomst muziekje. Riding up, back on the street. Took my time and took my chances. Oké, dus. Ja, dus ja, we zijn er klaar voor. Eigenlijk de eerste avond dat ik er niet echt veel zin in heb. Maar daarom is het ook, het moet gewoon op een gegeven moment in het systeem zitten van we gaan het gewoon doen. En dat het geen kwestie meer is van. Dat het geen kwestie is van je verstand, maar gewoon. Gewoon doen. Ja, Precies. Van een wil, maar gewoon gaan. Dus we gaan jullie gewoon lekker hier zetten. Ik pak een kussentje erbij, want vaak is mijn ding een beetje.
Ja. Een stoutje doet een beetje zeer af en toe. Moet helemaal goed komen, denk ik. Ja.